Hallo, ik ben Vanessa Broosjes van Spirituele Praktijk Vanessa Broosjes. Graag neem ik jullie vandaag mee op tocht naar rituelen die je kan doen bij de volle maan. Je kan verschillende soorten rituelen doen bij de volle maan. Rituelen, waarom doen we die? Enerzijds om bepaalde oude stukken los te laten, dingen die ons niet meer dienen, maar ook om nieuwe zaken die we heel graag willen zien veranderen in ons leven of willen verwezenlijkt zien, om die te gaan manifesteren. Manifesteren wil zeggen dat we er zo aan gaan werken, er zo aan gaan onze kracht en gedachten opzetten, dat we die daadwerkelijk kunnen gaan verwezenlijken. Ik neem jullie vandaag graag mee en ik ga vandaag graag met jullie een aantal rituelen bespreken. Zo, ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad en dat jullie ook nu aan de slag kunnen gaan. Dit waren de rituelen om bepaalde nieuwe zaken in je leven te manifesteren. Uiteraard zijn dat rituelen die je ook kan doen om bepaalde stukken los te laten en hoeft het niet alleen te zijn om nieuwe dingen aan te trekken. Ik raad jullie enorm aan om het zeker een keer te proberen. Het is zeker de moeite waard. Baat het niet, het schaadt ook niet. En één ding is heel belangrijk. Blijf geloven, want jij bent het waard.